Ik was even iets te enthousiast. Ik had net gewoon een mond vol met bloed. Zo vies. Oh mensen, kijk nou. Mijn lip is net weer gescheurd. Het was droog en toen zat er een velletje aan. En die had ik vorige week eraf getrokken, maar iets te diep. Ik was even iets te enthousiast. Ik dacht, ik wil gewoon weer dat het glad is. Oh, en net was ik mijn gezicht. En ik ga met die handdoek eroverheen. En dat korstje ging af. Jezus. Ik had net gewoon een mond vol met bloed. Zo vies. Ik dacht, doe even zo. Nou, dat moet je dus gewoon niet doen als het te veel is. Ik word er helemaal misselijk van. Oh, en... Oh. Ik heb gisteren... Ik had in mijn goodiebox... Had ik dit gekregen... James Reed, een of andere, nou ja, wat is het, ten spray, nou eigenlijk geen spray, maar een met een pipetje kan je dat aanbrengen. En ik word natuurlijk wel heel snel bruin, maar ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. Ik gebruik nooit dat soort dingen, ik vertrouw dat nooit, ik denk altijd, ach, wel nee, dan word ik zo oranje. Maar kijk nou, kijk, je ziet hier wel, ik had het gisteravond voor het slapen had ik het opgebracht. Dacht ik ineens toen ik vanochtend, weet je, wakker werd, dacht ik, oh, ben ik bruin? Want er staat, ja weet je, je bouwt geleidelijk een kleurtje op. Nou, niet geleidelijk. Ik ben gewoon meteen woed, woed. Dus ik denk dat ik nog wel even hier gewoon wat smeer. Dat het hier ook, want dit is wel heel erg. Maar ik moet gewoon ook mijn hoofd meenemen, mijn nek. Want dit kan toch niet. Of ik moet gewoon nu niet meer smeren. Gewoon maar, want wow. Heavy shit, jongen. Maar het werkt dus wel. Nou ja, het is op zich niet verkeerd. En als ik mijn haar los heb, dan zie je dit helemaal niet. Want dan valt het er allemaal voor, maar... Oh, mijn lip, jongens. Brandt ook. God kanonnen. Heb ik keer. Maar goed. Ik ga me verder klaarmaken, want ik moet zo weg. En mijn haar moet even gedaan. Want dat is ook... Oeh, lekker ontploft, jongens. Spinnenpoot op mijn hoofd. Nou, ik spreek jullie later. Hallo. We zijn hier bij Wonder. Gezellig met die lekker. Oh, je gaat wel. Ja, wat zit ja. Ik daar met mijn snoepje? Foto, nee, filmpje. Ja, gezellig naar Wonder. Voor de tweede keer, nu met die lek. Voor mij de eerste keer. Helemaal leuk. Worden goede leuke foto's. Beter dan de vorige keer. En ik koop geen foto's meer hier, want die waren dus... Oh ja, dat zei je, ja. Dus, oh, ik heb haaruitval. Ik heb niet meer zagen mijn haar zelf gekruld. Het ziet er echt goed uit. Leuk na? Nee, zij had het niet leuk kunnen doen. Wacht bij mij. Nou, we gaan. Let's op go. Naar avontuur. Mensen, ik raad echt iedereen aan om hier naartoe te gaan. Je voelt je gewoon weer heel klein. Echt. Gaan we zingen? Gaan playbacken. Welk nummer dan? En zing toch net? Oh ja, maar ja, die is voorbij nu. Oh. We zijn lekker bezig. We hebben net al wat foto's gemaakt. En we hebben gezongen in zo'n soort van karaoke booth. Nou ja, het zingen kwam er niet echt van, maar het was wel leuk. Nemen. De foto's waren wel leuk. Nou. Even lekker een zoete bagel eten. Oké. Okay. Donut, sorry. Donut. Ja, je wou het wel zeggen, hè? Het is geen bagel, het is een donut. Nee, ik hield mijn mond, ja. Ja, daar krijg je die bolle wangen van. En een dikke buik, maar maakt niet uit. Ik heb er nu even trek in. Ik ben ongesteld, mensen. Laat me gewoon even lekker eten. En direct heel voedzaam met een bruine broodje van thuis. Hallo, is het lekker? Mm-hmm. Wat vond je van Wonder? Leuk. Wel hè? Ja, ik vond het leuk. Dat is echt heel leuk. We zijn gelukkig ook helemaal niet overbelicht of zo. Kan ik even zo doen? Misschien is dat het. Wacht. Ja, dat helpt. Kijk, zijn we een beetje uitgezoomd. Maar ik was gewoon moe. Dat was leuk. Ja, ja, maar vind je dat gek? Je wordt moe van het laatste. Ze hadden eigenlijk het ballenbad hadden ze in het eerste moeten doen. Ja. Dan heb je daarna nog energie, want op het einde heb je geen energie meer en dan moet je nog in het ballenbad. Dan heb je al van alles gedaan. En dan moet je nog lachen en dan ben je eigenlijk klaar met uitgelachen. Ja. En dan denk je, ik wil gewoon mijn ogen dicht doen en gewoon verdrinken in het ballenbad. Niet meer uitkomen. Nee, gewoon niet meer eruit komen. En wat ik zo grappig vond, die vrouw, die, zeg maar, waar ik van die, uiteindelijk die foto's van maakte, die stond eigenlijk gewoon later dan wij bij dit apparaat, maar ze ging als eerste.
Dat ik dacht, serieus, ga je nu gewoon voor je beurt? Oh, zei ze, ja, ik doe even mijn dingen eronder. Dan ga ik even eerst. Dacht ik echt, ja, wij staan hier al. Maar oké, maakt niet uit. Ga je gewoon, doe je ding. En daarna zei ze, wil je ook nog wat foto's van mij maken? Natuurlijk wil ik dat. Maar de hele route dat ze achter me liep, keek ze me elke keer heel raar aan. Is dat zo? Ja, en ineens ging ze me aanspreken dat ik dacht, oh, je bent dus wel aardig. Het was een kat uit de boom, kijk, iemand. Oh, had je dat niet door? Het is me helemaal niet opgevallen. Ik heb haar al een paar keer gezien. Maar ik dacht wel, oh, oké. Zoals met die kinderen daar zo, maar. Ja, met die grote camera. Ja, Canon had ze. Ja. Mega groot, grote lens. Ja. Dus ik kan vast hele leuke foto's maken. Ja. En dan geeft ze mij die iPhone 6 in mijn handen, denk ik. Was nog gebarst ook. Ja, ik dacht echt, oké, je wilt dat ik daarmee een foto van jou maak. Mag ik niet de Canon gebruiken? Oké. Nou, leuk. Dankjewel. Nou, in ieder geval. Het was leuk. We gaan nu weer terug gaan. Ja. Zeker, hè? Ja. Vind ik ook. Met mijn vinger aflekken, want ik moet even rijden. Oké, pling. Kijk, de waarschijnlijk heb je nu van wonder die foto's binnen. Kan. Oh, ik heb hem aan mijn arm. Wacht. Oeh, ah, lekker zo. Ik moet even zo zitten. Nee, hè? Nou, en mijn gordel omdoen, dat mag niet rijden. Ik heb al een boete. Het is droog gebleven, oh ja. Vet, hè? Ja, ja, mijn boeteverhaal. Nee, ik ga hem niet opbiechten, want het is echt te erg. Want nee, maar het is ook onterecht. Het is heel onterecht. Onterecht was het gewoon. En het is niet met de auto. Voordat mijn ex nu kijkt en zegt, wat heb je met mijn auto gedaan? Heb je nu een ongeluk gemaakt? Nee, nee, heb je een boete? Nee, heb ik ook niet. Het was het boeteverhaal met mijn fiets. Heb ik nog confetti in mijn haar? Ja, confetti, ja. Ja, wel hè? Nou joh. We hadden thuis komen ook nog een feestje. Woehoe! Op de bank. Ja, op de bank. Ja, met die kinderen. Yay! Nou, die kinderen zijn niet blij, want de wifi doet het niet. Oh, nee, ik had de wifi eraf gehaald. Oh, zo. Ja, dus hebben we pech. Dus Eden zei al, mam, mag de wifi erop, please? Ik zei, oh, wat raar, hij doet het niet vanaf een afstand. Ik ben nergens van. Jammer, joh. Ja, helaas. Eerst niet je huiswerk vergeten en dan gaan we weer op de wifi. Mm. Maar, wie niet horen wil, moet voelen. Ontaarde moeder ben ik. Nou, mensen, wij gaan even rijden. En spreken jullie later. Bye bye. Bye bye. Mensjes, mensjes, het is weer de volgende dag en ik ben net even naar de bloemist geweest. Even mijn haar uit mijn gezicht, ik had het gefeund voordat ik op de fiets stapte in de regen. Maar lekker slim ook. Ik ben naar de bloemist geweest, ik heb je taart heb ik afgemaakt en ik hoop zo dat jullie het mooi vinden. Als ik straks natuurlijk op locatie ben bij jullie, dan ga ik hem helemaal met de topper en alles doen. En nog even de laatste, kijken of er nog iets op moet of af of juist, nou ja, of die goed is. Maar... hij ziet er tot nu toe zo uit. Tan, 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 tan. Zo, ik hoop dat jullie hem mooi vinden. Dus dat is hem. Nou, ik hoop dat hij geslaagd is. Oké, ik ga even een broodje eten. En dan ga ik zodat ik mijn haar weer feunen en me omkleden en mijn make-up doen. En dan kom ik straks jullie kant op. Nou, ik moet even iets kwijt. Ik moet even iets vertellen. Mijn zoon heeft zijn verjaardag, althans gevierd kan ik niet zeggen. We zijn lekker wezen eten en mijn moeder was erbij en mijn zus en mijn vader. En het was gewoon even klein, maar wel heel intiem en gezellig. Maar nu moet zijn verjaardag nog echt gevierd worden, dus groots. Wat denk je? Ik vroeg aan hem, wat wil je hebben voor je verjaardag? Nou, en nu zei hij ineens, weet je wat me echt gaaf lijkt, man? Toen had ik, parachute springen. Wat? Oké. Dus ik heb even met mijn ex overlegd van oké, is dat een leuk cadeau om te geven? Parachute springen, dat is zo'n tandemsprong wil hij dan doen. Maar dan denk ik, wacht even. Het kost ongeveer €300. €300 je dood tegemoet springen? Hey, wat voor moeder ben ik als ik zeg, ja, moet je doen man. Doen. Hier. Ga maar. En dan valt hij straks te pletten. Hé, man, dat kan mijn moederhart niet aan, hè? Je springt gewoon de dood tegemoet. Zo van, hé, dan gaan we... Waah! En dat je het overleeft is alleen maar een zegen. Dat ik echt denk, halleluja. Maar ik sta daar dan onderaan op hem te wachten van... please, please, shoot, ga open. Ga open en kom. Zegt hij heel droog tegen mij... ja, we kunnen ook gewoon met z'n tweeën gaan. Wat? Ja, dat kan. Dat kan. Maar het houdt ook in dat het bedrag verdubbeld moet worden. Dus dat houdt in dat als wij samen gaan en ik, hè, geloof mij maar, ik ben zo een brokkenpiloot. Ik hoef er niks voor te doen. Het overkomt mij. Dus ik ga met mijn zoon dan, stel je voor, hè, ik ga met mijn zoon een tandemsprong maken. Nou,
laat ik hem achter. Ik laat hem achter. Hij landt veilig. Ik denk het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat ik het gewoon niet moet doen. Het lijkt me wel weer heel erg leuk. Maar iets zegt mij wel eens van, ja, Sarai, dat is net als, weet je, laten we gaan skiën. Tuurlijk, ik ga met een gipsvlucht waarschijnlijk terug. Of laten we gaan fietsen. Ja, iemand gooit zijn deur open tegen mijn hand. En laten we gaan scooteren. Prima, ik ga met de scooter over de kop. Kan ik niks aan doen, mijn achterwiel blokkeren. Dus er is altijd wel wat. Weet je? Oh, dat moet ik even zeggen. Ik heb gecheat, jongens. Mijn zoon was natuurlijk jarig. En ik heb chocoladetaart gegeten. Mm-hmm. Ik biecht het even op. Ik heb eigenlijk een voedingsschema waar ik me aan moet houden. En ik hou me eraan. Maar, daar komt ie. Het was een feestje. En een feestje mag je wel een beetje, vind ik, cheaten. Dat vind ik wel, dat is een feestje waard. Dus ik dacht, nou, ik eet gewoon een stukje taart. Een klein stukje. Ik had een plakje genomen. Dus ja, dat, ik weet niet. En ik heb dan andere calorieën heb ik gelaten. Dat ik dacht, oké, dan sla ik die maaltijd over. Maar dan neem ik dat plakje cake. En dat plakje cake, of taart, was ook wel een beetje heftig. Het was zwaar op de maag. Het is een beetje brownie-achtig chocoladetaart. Dus ik dacht echt, nou, maar het was wel met pure chocola. Dus het is alweer iets beter dan die melk. En buiten beschouwing gehouden dat die mayonaise die in de taart zit en de suikers niet al de best waren. Maar het was nu een keer. En mijn omvang is al een beetje meer. Dus oké. Maar ik moet wel stoppen. We moeten niet doorgaan. Want dan kan ik weer opnieuw beginnen. Dat is een beetje zonde. Vind ik ook echt zonde van mijn werk.